De schriftlezing van vanmiddag vindt u in Genesis 10. We beginnen te lezen bij vers 1 van hoofdstuk 10 en we lezen door tot het hoofdstuk 11 en daarvan vers 9. Dat is best een lange schriftlezing. Ik hoop dat u tijdens de preek duidelijk wordt waarom we dit hele gedeelte lezen. We lezen Genesis 10 vanaf vers 1 en we lezen door tot het 11 vers 9. En als antwoord erop zingen wij uit Psalm 2 de versen 6 en 7. Vreseer macht en dient zijn majesteit en welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Genesis 10 vanaf vers 1. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Javed. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. De zonen van Javed zijn Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer zijn Askenas, Rifat en Togarma. De zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis, de Kittiers en de Dodanieten. Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig hun geslachten onder hun volken. De zonen van Gam zijn Kush, Mitzraim, Put en Kanaan. De zonen van Kush zijn Seba, Havila, Sapta, Raema en Saptega. De zonen van Raema zijn Sheba en Dedan. En Kush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd, als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Nineveh, Rehoboth-Ir, Kalach en Resen tussen Nineveh en Kalach, dat is de grote stad. Mitzraïm verwekte de Luditen, de Anamieten, de Leabieten, de Naftogieten, de Patrusieten, de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, Het en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, de Heviet, de Arkiet, de Siniet, de Arvediet, de Semariet en de Hamatiet. Daarna zijn de geslachten van de Kanaanieten verspreid. En de grens van de Kanaanieten reikte van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Seboim tot aan Lasa. Dit waren de zonen van Gam, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen met hun landen en hun volken. Ook bij Sem zijn zonen geboren. Hij is de voorvader van alle zonen van Heber en de broer van Javed, de oudste. Sems zonen waren Elam, Asser, Arvachsat, Lut en Aram. De zonen van Aram waren Us, Hul, Geter en Mas. Arvachsat verwekte Sela en Sela verwekte Heber. Bij Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En de naam van zijn broer was Joktan. Joktan verwekte Almodad, Selef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Ussal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ovir, Havila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan. Hun woongebied reikte van Mesja tot in de richting van Sefar, het bergland in het oosten. Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met hun landen en de volken. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken, van hen stammen de volken af, die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte vonden in het land Sinjar. Daar gingen zij wonen. Ze zeiden tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel,
Want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is zomer, u voelt het aan de temperatuur en u ziet het in de kerkbanken, want sommige van ons zijn er niet. In deze coronatijd zie je dat wat minder, want er zullen er zijn die de afgelopen tijd veel thuis hebben gezeten. Maar goed, in de zomertijd zien we een hoop lege banken, omdat velen van ons op vakantie gaan in deze tijd van het jaar. En daar praten we denk ik, dat was hier ook zo, daar praten we graag over, onze vakantiebestemming. Maar nu las ik laatst dat iemand zei, we praten wel vaak waar we naartoe op vakantie gaan, maar is het eigenlijk niet veel interessanter om te vragen waarom wij op vakantie gaan? Ik kan het u ook vragen. En u, als u op vakantie bent, als u nog gaat of geweest bent, waarom gaat u op vakantie? Als u antwoord zou mogen geven, dan denk ik dat ik iets zal horen als om uit te rusten. En dat lijkt me een hele goede reden. Maar als dat de enige reden was, dan vraag ik me af waarom we al die lange afstanden afleggen. Ik bedoel, als je alleen op vakantie gaat om uit te rusten, waarom gaan wij dan met z'n allen naar Italië, Frankrijk, Noorwegen of Amerika? Waarom? Ik denk dat er nog een reden is waarom we op vakantie gaan. Omdat wij iets van de wereld willen zien. We gaan naar een ander deel van de wereld omdat het daar anders is dan thuis. Omdat er iets te zien is, mooie natuur, stad of iets anders, net wat je wil zien op vakantie. En als je in het buitenland bent, dan ontdek je vaak dat mensen daar anders zijn. En dat is vaak leuk om te ontdekken, dat mensen anders zijn dan thuis. Ze praten anders, ze eten anders en ze doen nog een heleboel dingen anders. Boeiend. Ja, of soms juist ontzettend vervelend. Ik merk dat soms bij mezelf, als ik in het buitenland op vakantie ben en ik ga naar de supermarkt om de boodschappen te doen. En als ik dan terugkijk op de dingen waar ik naar op zoek was, dan zijn het toch heel vaak de dingen die ik in Nederland ook zou kopen. Ja, en dan is het heel vervelend dat ze die in het buitenland soms niet hebben. En ik hoorde eens iemand zeggen die over heel de wereld gereisd had en allerlei hotels had overnacht, dat het hem opgevallen was dat of je nu in New York, Kuala Lumpur, Brussel of Kaapstad was, dat die hotels zo ontzettend veel op elkaar lijken. Je kunt als het ware hetzelfde zeepje overal op de wereld tegenkomen, op je hotelkamer. En dat is dus eigenlijk iets heel tegenstrijdigs in ons. Dat we enerzijds de hele wereld willen zien en het eigenlijk heel erg leuk vinden dat andere mensen anders zijn dan wij. En dat we er tegelijkertijd die behoefte hebben dat die ander op ons lijkt. En dat dubbele komen wij ook tegen in de schriftlezing van deze middag. We hebben in de schriftlezing van vanmiddag een hele lange lijst van volkeren langs horen komen. En in het licht van eerdere hoofdstukken in Genesis klinkt het heel positief. De aarde is weer vol. De mensheid is verspreid over de aarde. Dat had de Heere God gewild. Vervul de aarde. Maar als we doorlezen in Genesis 11, dan krijgen we bij die verscheidenheid ook een heel dubbel gevoel als we ontdekken hoe die verscheidenheid er gekomen is. Het thema voor de preek van vanmiddag is, de aarde is weer vol. En we staan stil dat dat gebeurd is omdat de Heere dat zo wilde. Dat is het eerste. Omdat de Heere dat zo wilde. En we staan ontdekken in de tweede plaats dat de mensheid dit heeft willen voorkomen. De aarde is weer vol. Omdat de Heere God dat zo wilde, in de tweede plaats, dat de mensheid dit heeft willen voorkomen. Als er één ding is wat Genesis 10 heel duidelijk maakt, dan is het wel dat de mensheid over de aarde is verspreid. Bijna overal op de aarde wonen mensen. En voor ons mensen die leven in de 21ste eeuw is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Wij zijn zo gewend dat er overal op deze wereld mensen wonen, dat wij een onbewoond eiland iets heel bijzonders vinden.
Maar die vanzelfsprekendheid die gaat er voor ons wat af als wij nog even herinneren wat er in de hoofdstukken daarvoor gebeurd is. Wat is er in hoofdstukken 6 tot en met 9 gebeurd? Er is een zondvloed geweest op de wereld. De hele mensheid was vernietigd. Ten onder gegaan op één familie na. De familie van Noach en zijn zonen. Tegen hen had de Heere gezegd, wees vruchtbaar, vervul de aarde. En hier blijkt dat dat inderdaad is gebeurd. De familie van Noach, met z'n achten, die met z'n achten uit die ark gekomen waren, die heeft zich uitgebreid tot een menigte van volken die over heel de aarde is verspreid. En dan lezen wij Genesis 10. En ik weet niet wat voor gevoel u erbij had toen we dat lazen. Ik weet niet wat u doet als u nog gewend bent. Dat lijkt me een hele goede gewoonte om de hele Bijbel gewoon achter elkaar door te lezen. Of in ieder geval een heel Bijbelboek. Nou, als je dan zou beginnen bij Genesis en je zou komen bij Genesis 10. Dan kan ik me voorstellen dat er hier zijn die zo'n hoofdstuk als Genesis 10 overslaan. Allemaal namen en je vraagt je af, wat moet je ermee? Maar om Genesis 10 te begrijpen, moet je je proberen te verplaatsen naar het denken van een gewone Israëliet die leefde in de tijd van de Bijbel. Wij zitten ermee dat een heleboel namen die in Genesis 10 voorkomen voor ons weer onbekend zijn. Dat zal voor een Israëliet ten dele anders zijn geweest. Hij zal een heleboel namen hebben gekend, al zal hij waarschijnlijk ook niet al die namen hebben geweten. Ik denk dat een Israëliet die leeft in de tijd van het Oude Testament en Genesis 10 had horen lezen, het gevoel zal hebben wat wij hebben bij als wij naar een wereldkaart kijken. Als wij kijken naar een wereldkaart, welk werelddeel ligt er dan in ons midden, in ieder geval op onze kaarten? Europa, het werelddeel waarin wij wonen. Aan de ene kant Canada en de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Als je daarheen wil, dan moet je naar het westen. Of je hebt aan de andere kant heb je Azië en Australië. En als je daarheen wil, dan moet je van ons gezien naar het oosten. En dan heb je onder Europa Afrika en daarbovenin heb je nog Scandinavië en nog een ander werelddeel. Iets vergelijkbaars zien we ook in Genesis 10. De volkeren die het meest ver weg van Israël woonden, die worden als eerste genoemd. En als die volken zijn besproken, die volken in het noorden, nou dan komen de volken aan bod. Dus, en dat zijn dan de nakomelingen van Javet, nee, de nakomelingen van Gam die om Israël heen woonden. En tenslotte komt Sem aan de orde, zeg maar. Die wonen wat meer zuidelijk. Een Israëliet die deze volken zou horen opsommen, zou een beeld gekregen hebben bij de verscheidenheid van al deze volken. Als eerste worden de volken van die uit Javet voortgekomen zijn genoemd. Volken waarvan het woongebied in de meeste gevallen echt ver bij Israël vandaan lag. Voor een gevoel echt de andere kant van de wereld. In het noorden. Maar al wonen ze ver weg, het waren wel volken waar de Israëlieten contacten mee hadden, namelijk via de handel. Het waren volken die woonden in de omgeving van het huidige Griekenland en Turkije. Het waren volken die bekend stonden als handelaars en als volken met een hele hoog ontwikkelde cultuur. Nou, dan kom je dus, dat waren dus de nakomelingen van Javet. Dan kom je vanaf vers 6 bij de nakomelingen van Gam. En in de details die we in deze versen lezen, leren we de afstammelingen van Gam kennen als machthebbers, stedenbouwers. De versen 19 en 11 wijden uit over Nimrod, over zijn geweld, zijn macht. Hij blijkt de grondlegger te zijn van het machtige wereldrijk Babel. En als in één adem worden dan ook even de grote wereldsteden uit die tijd genoemd. Waarbij de meeste voor ons alleen Nineveh bekend klinkt. En dan gaat vers 13 verder over Mizraïm. En Mizraïm, dat zegt u niets, totdat u weet dat Mizraïm het Hebreeuwse woord voor Egypte is. En als je dat weet, dan ontdek je dat vanaf vers, dat de volken die daarna genoemd worden, dat dat allemaal volken waren die uit Mizraïm voortkwamen, dat het Egyptische volkeren
waren. Volken die in Egypte woonden. Volken die Israël leerden kennen in de tijd dat zij zelf ook in Egypte woonden. En dan volgen in vers 15 en de volgende versen afstammelingen van Kanaan, de zoon van Gam, die in Genesis 9 al uitgebreid aan de orde gekomen is. Kanaanitische volken die bij Israël bekend waren vanwege Gods opdracht om hen uit te roeien. Maar als u wel kent, dan weet u dat Israël dat nooit volledig gedaan heeft. Dus nakomelingen van deze volken die hier van Gam, of uit Kanaan worden genoemd, daar heeft Israël eigenlijk altijd tussen gewoond. En dan worden tenslotte de nakomelingen van Sem genoemd. Hij was de oudste, maar hij wordt hier als laatste genoemd. Want dit is het geslacht waar de Heer straks mee verder gaat. Dat is vaker zo in Genesis. Als er een geslachtsregister of een opsomming van volken gegeven wordt, dan komt de belangrijkste vaak als laatste. Zo is die bij Sem. Want de geslachtslijn van Sem wordt in Genesis 11 opnieuw opgepakt. En in die lijn van zijn nakomelingen valt de naam Heber. En die naam maakt ons duidelijk waarom de Israëlieten ook wel Hebreeën worden genoemd. Wat zal de gelovige Israëliet zijn opgevallen als hij deze hele lijst volkeren hoort? Dan zal die lijst hem erbij hebben stilgezet dat van al die volken die bij hem bekend waren, al die volken die hij kende, dat al die volken één gemeenschappelijke voorouder hebben. Het zal hem verder opgevallen zijn dat al die geslachten van Sem, Gam en Javed, al die nakomelingen, hun eigen woongebied van de Heere God gekregen hebben. Dat heeft de Heere God dus blijkbaar zo gewild. Dus al die volken, waarvan je weet hoe verschillend ze zijn, al die volken hebben één voorouder en ze hebben allemaal hun eigen plek gekregen van de Heere God op deze wereld. En juist in hun verscheidenheid ontvangen deze volken van de Heere God hun zegen. En door hun verscheidenheid vervullen ze de aarde, zoals de Heere God het had gewild. Wat kunnen wij hiermee vandaag? Nou, dat kunnen wij vandaag ook bedenken. Dat wij Nederlanders, wij wonen hier, wij hebben hier op dit werelddeel in ons land een plek van de Heere God gekregen. En als wij op vakantie gaan, als we het nieuws volgen en als we horen over mensen uit andere landen, dan ontdekken wij dat mensen op andere delen van de wereld anders zijn. Maar hoe verschillend alle volken op deze wereld ook zijn, wij mogen met Israël mee ontdekken dat al die volken die er zijn op deze wereld, dat we met dan allemaal één ding delen. En dat is een bloedband. We hebben met al de wereldbewoners hebben we één gemeenschappelijke voorouder, en dat is Noach. En daarom kan Paulus in Handelingen 17 tegen de Atheners zeggen dat God uit één bloed heel het menselijk geslacht op de aardbodem heeft doen wonen. Hij heeft de hun tevoren toegemeden tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken. Dus dat is nog iets gemeenschappelijks. We delen met alle wereldbewoners één voorouder. En met alle bewoners van de aarde hebben wij één gemeenschappelijk doel. Om samen met alle bewoners van deze wereld de Heere te zoeken. Werkt dit door in het besef hoe wij naar andere volken kijken? Of maken wij er ons vooral druk om dat we eigenlijk vinden dat andere volken, andere mensen op deze wereld, mensen met een andere nationaliteit, zich net zo moeten gaan gedragen als wij? Hoe kijkt u, hoe kijk jij naar asielzoekers die naar ons land toe komen? Zijn het vooral, in uw woorden, vooral gelukzoekers die hier onze welvaart komen afnemen?
Of beschouwt u hen als mensen, zeg maar, die familie van u is en die geschapen is met hetzelfde doel op deze wereld als u, om de Here te zoeken? De mensheid heeft zich over de aarde verspreid. En overal waar mensen zijn gewoond, hebben ze één ding meegenomen. De zonde. Die volken die hier worden opgezomd, dat waren volken die in de ogen van Israël allemaal heidenen waren. Israël, dat zo kom je dat later ook wel tegen in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament al. Israël beschouwde zichzelf als het uitverkoren volk van God. En uitverkoren waren ze inderdaad. Maar als je jezelf zo ziet als volk van God door God uitverkoren, dan zou het kunnen dat deze opsomming van volkeren ook ontzettend confronterend is geweest. Want als ze deze lijst tot zich namen en op zich in lieten werken, dan zouden ze de ontdekking doen dat zij vroeger deel uitmaakten van die wereld. Toen was het moment dat zij helemaal geen uitzondering waren op deze wereld. Dat er een moment kwam dat ze die uitverkoren positie van de Heere God gekregen hebben. Toen de Heere Abraham riep. Zou deze lijst Israël dan ook niet geholpen hebben? Om af te leren, om zichzelf boven andere volken te verheffen. Vroeger maakten zij deel uit van deze wereld. En dat ze zich nu onderscheiden is enkel en alleen te danken aan Gods genadige verkiezing. En misschien hebben wij als Nederlandse kerk wel eenzelfde spiegel nodig. Is het gevaar voor ons, voor een kerkmens, ook niet juist om je moreel verheven te voelen boven anderen die niet naar Gods geboden leven? Om neer te kijken op mensen met andere normen en waarden dan wij. En vergeten wij niet al te makkelijk dat de zonde die we bij anderen aanwijzen, dat die ook in ons hart leven. En als we dat beseffen, dat de zonde ook in ons hart leeft, moet dat ons er ook niet van afhelpen om van onze neiging om van andere gelovigen te verwachten dat ze precies zo worden zoals wij. Of wij nu vinden dat andere gelovigen net zo ruimdenkend moeten zijn als wij, of dat wij vinden dat anderen het te makkelijk opvatten allemaal. Wie is er onder ons die daar geen last van heeft? Van die neiging om te denken dat de wereld beter af zou zijn als de andere mensen wat meer zouden lijken op ons. En we vergeten dat de zonde ook in ons hart leeft. En dat wij net zo hard aan de verspreiding van de zonde meewerken op deze wereld als alle andere mensen. En als het zo is, en ik hoop dat het zo is, dat wij ons als kerk onderscheiden, dat dit enkel en alleen te danken is aan Gods genadige verkiezing. Gemeente, als wij dat zouden beseffen, dan zouden wij toch nooit meer hoogmoedig kunnen zijn. Dan zouden wij toch nooit meer op een ander neer kunnen kijken, toch? De Heere God wilde dat de mens zich op de aarde zou verspreiden, zodat zijn lof overal op deze wereld klinken zou. Het was Gods bedoeling dat zijn naam overal op de aarde aangeroepen zou worden. En nu ontdekken wij in Genesis 10 dat de mensheid inderdaad over heel de aarde is verspreid. Alleen Genesis 11 laat ons daarbij zien dat dat niet gebeurd is door de gehoorzaamheid van mensen. Nee, we gaan ontdekken dat daar goddelijk ingrijpen voor nodig was. En daarmee zijn we bij het tweede, hoe de mensheid het heeft willen voorkomen. Als wij beginnen te lezen bij Genesis 11, moeten we even schakelen. In Genesis 10 zien we een mensheid die verspreid is over de hele aarde. Een menigte van verschillende volken. En als we beginnen te lezen in hoofdstuk 11, zien we één mensheid, de mensheid als één groep met één taal en één gezamenlijk doel. Eén massa mensen. En ze zijn op weg. Op weg naar het oosten. Kain trok nadat hij Abel gedood had ook naar het oosten. En daar vandaan breidde zijn nageslacht zich destijds uit over de wereld. En nu trekt de mensheid in geografisch opzicht
dezelfde kant op als Kaïn. En uit het vervolg blijkt dat ze dat in geestelijk opzicht ook doen. De menigte komt aan in de vlakte met de naam Shinar. Een onheilspellende naam. We kwamen die naam ook al tegen in Genesis 10. Het was de plek waar de machtige Nimrod zijn koninkrijk begon. Nimrod, de man waarvan we in Genesis 10 lezen dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht van de Heere. En geweldig, daarbij mogen we denken, zo blijkt het eigenlijk uit het hele context, dat we moeten denken aan gewelddadig. Aan zijn gewelddadig optreden. Hij doet ons denken aan Lamech. Lamech, die nakomeling die voortkwam uit Kaïn, die ook gewelddadig was. We krijgen de indruk dat de mensheid als geheel, de hele mensheid, de weg van Kaïn ingeslagen is. Shinar. Een plek die we ook in Daniël 1 tegenkomen, in Babel. De plek waar de koning van Babel de voorwerpen die uit de tempel van Jeruzalem geroofd zijn, waar ze naartoe gebracht worden om een plek te krijgen in het huis van de God van de koning van Babel, een afgod. Shinar, daar een plek waar de dienst van de levende God vervangen wordt door de dienst aan een afgod. En dat gebeurt in Genesis 11 ook. De mensheid die de opdracht heeft van God om hem te eren en om zich over de aarde te verspreiden, gaat op weg met maar één doel. Het vinden van een plek om te wonen, om te bouwen en om voor zichzelf een naam te maken. Met het doel om te voorkomen dat ze over de aarde zullen worden verspreid. We zien de mensheid op zoek naar macht. Ze spannen zich in een megalomaan bouwproject. Een toren die tot in de hemel reikt. Een mensheid die zich inspant om maar niet vergeten te worden. En die zich daarom groot maakt in dat bouwproject. Is dat niet ook een angst die herkenbaar is voor mensen vandaag? Hoe kunnen wij ons inspannen om te voorkomen dat wij vergeten worden? Hoeveel mensen hebben vandaag niet het verlangen om iets in hun leven neer te zetten waar vele generaties na hen het nog over zullen hebben. We zien in Genesis 11 een menigte die hun leven wil beheersen en het uiteindelijk juist daardoor zal verliezen. Een menigte die voor zichzelf een naam wil maken. En dat is de ironie. Dat de namen van al deze mensen zijn vergeten. Nou, al de namen van Genesis 10. En de namen en de versen voor Genesis 11 vers 9 waarin het dan opnieuw gaat over namen. Zijn er 9 versen, of echt 10 versen, waarin geen namen staan. We zien daar een massa mensen zonder naam. Het enige dat we van deze hele massa mensen weten, is dat ze voor zichzelf een naam hebben willen maken en dat hun namen zijn vergeten. Hoe druk kunnen wij mensen zijn met een naam maken voor onszelf? We kunnen van ons leven een project maken dat moet slagen. Je kunt een naam voor jezelf willen maken door je carrière, door je van anderen te onderscheiden. Door uniek te zijn. Je kunt het zelfs proberen door je inzet voor anderen. Een naam maken door van betekenis te zijn voor deze wereld. Iemand die het verschil gemaakt heeft. En daarbij één ding vergeten. Dat je een mens bent. Gemaakt uit het stof van de aarde. Met het doel om te leven tot eer van God. Gemeente, is dat niet de reden dat veel van onze pogingen om voor onszelf een naam te maken, dat die gedoemd zijn te mislukken? Wij zijn niet geschapen om voor onszelf een naam te maken. Wij zijn schepselen van God, geschapen om hem te dienen. En daar kunnen wij in al onze pogingen om voor onszelf een naam te maken niet omheen.
De mensheid kan pogingen doen om als God te zijn. Maar we ontdekken vanmiddag dat de Heer dat niet toestaat. En die poging om voor onszelf een naam te maken, die zie je vandaag ook. Die menselijke poging om het mens zijn te ontstijgen, die heeft de Israëlische schrijver Harari onder woorden gebracht in zijn boek Homo Deus. Ik weet niet of er hier mensen zijn die het gelezen hebben. Het is niet per se een boek dat ik aanbeveel, maar omdat ik vermoed dat er hier ook mensen zijn die het gelezen hebben, toch een paar woorden erover. Homo Deus, dat zijn de Latijnse woorden voor de Godmens. En in dat boek brengt Harari onder woorden hoe de mens door technologische ontwikkelingen misschien wel veel ouder of misschien wel onsterfelijk kan worden. En terecht blijft in dit boek de vraag open of dit wel een zegen is. Ik heb het gelezen en de wereld die Harari beschrijft in het boek, die voelde mij veel meer angstaanjagend dan een wereld vol vreugde. Wij mensen kunnen dromen van onsterfelijkheid, van geluk en van eeuwige roem. Alleen het tragiek is dat wij, hoe meer wij die dingen najagen, hoe verder ze van ons afkomen te staan. In onze pogingen komt dat echt niet dichterbij. En wat doen de mensen uit Genesis 11 om eeuwige roem te bereiken? Ze blijven bij elkaar. Ze werken samen en ze werken hard. We zien de mensheid zwoegen in de versen 3 en 4. Alle krachten worden gebundeld om een enorm bouwwerk te realiseren. Een torenhoge ambitie, machtig veel energie, een indrukwekkend doorzettingsvermogen en een enorm resultaat. Ongekend wat de mensheid hier realiseert. Indrukwekkend. Zo ziet het eruit zolang de naam van de Heere God niet wordt genoemd. Maar zodra zijn naam wordt genoemd, klapt dat hele perspectief. De Heere daalt neer om de stad en de toren te zien die de mensen aan het bouwen zijn. Van onderop is die toren duizelingwekkend hoog. Maar de Heere moet afdalen om hem alleen maar te kunnen zien. De ironie van vers 5 is heel duidelijk. De Heere God moet afdalen om de grootste gezamenlijke prestatie van de hele mensheid alleen al te kunnen zien. Het stelt in Gods ogen eigenlijk niet zoveel voor. Het doet denken aan die psalm die we vanmiddag gezongen hebben. Die Heer, er wordt over gezongen. Hij die in de hemel woont, zal lachen. Ja, en hij lacht. En hij neemt het ook serieus. Hij ziet hoe die hele mensheid verbonden is door hun gezamenlijke doel om voor zichzelf een naam te maken en om te voorkomen dat ze over de aarde worden verspreid. Juist dat verzet tegen Gods bedoeling bindt de mensheid samen. De mensheid spant zich zo in om de aarde te beheersen, zodat ze maar niet hoeven te gehoorzamen aan de Heere God. En zo maakt deze geschiedenis duidelijk dat alle mensen de Heere verlaten hebben. In de wereld voor dit hoofdstuk, voor Genesis 10, in hoofdstuk 9, vind je nog steeds mensen die de Heere wel dienen. In de wereld van voor de zondvloed was Noach nog de enige uitzondering. In de geschiedenis in Genesis 9 zijn Sem en Javed nog de uitzondering. Maar hier is iedere verschil tussen de mensen weggevallen in dat opzicht. Er is niemand meer die God zoekt. Zelfs niet één. En die lijn moeten we vandaag ook maar doortrekken. Dat geldt voor u, het geldt voor jou, het geldt voor mij. Er is niemand meer die God zoekt. Zelfs niet één. Wij zoeken vanuit onszelf de Heere God niet meer. En daarom hebben wij geen enkele reden om op iemand uit deze massa mensen neer te kijken. De mensheid laat zich in een ambitie niet meer begrenzen. We lezen dat de Heere God zich over hen opmerkt. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. En daarom komt de Heer naar beneden en grijpt hij in.
De gemeenschappelijke taal van de mensheid maakt het mogelijk dat de mensheid zich zo groot maakt. En daarom is het voor de Heer niet zo moeilijk om in te grijpen. Hij verwart de taal. Als de mensheid samenkomt voor het kwaad, dan grijpt hij in en dan drijft hij uiteen. En ironisch genoeg maakt hij zo de grootste angst van de mensheid werkelijkheid. Al die mensen worden over de aarde verspreid. Dit is dus waar het uitloopt als je de Heere God verlaat. We zien hoe de grootste angst van deze mensen werkelijkheid wordt. Hier zien we hoe de mensheid in haar poging om deze wereld te beheersen, juist in die poging geconfronteerd wordt met haar kwetsbaarheid. De mensheid, die hier voor zichzelf een naam wil maken, blijkt te worden vergeten. Het grootste prestigeproject van de mensheid wordt herinnerd als de grootste mislukking. Door Gods ingrijpen. Gemeente, valt het u op hoe onopvallend de Heer hier te werk gaat. Hij verwart de taal. Misschien heeft niemand van al deze mensen Gods hand gezien in de dingen die gebeurden. Want het is alleen door het geloof dat je God aan het werk ziet op deze wereld. Als je niet gelooft, leef je eraan voorbij. Het verzet tegen de Heere God wordt hierdoor iets heel kleins onmogelijk gemaakt. De Heere God wilde dat de aarde vol zou worden. En hier zien we dat het gebeurt. En als dit niet dankzij mensen gebeurt, dan zorgt de Heer er wel voor dat het ondanks mensen gebeurt. En zo gaat het vandaag nog. Gods koninkrijk komt op deze wereld. En de Heer roept ons op vandaag om ons in dienst te stellen van zijn koninkrijk. En als we dat doen, als we gehoor geven aan die oproep, dan zullen we ook delen in de zegen van zijn koninkrijk. Maar als we weigeren, dan kunnen we daarmee toch niet voorkomen dat dat komt. En als we blijven weigeren om ons aan zijn koninkrijk te onderwerpen, dan komt er een moment dat het ons zal verpletteren. De mensheid was geschapen om tot eer van God te leven. De toren van Babel is het sprekende bewijs dat de mensheid hierin faalt. En dat de rest dan ook mislukt. De toren van Babel laat zien wat er overblijft als de mens alleen op zichzelf vertrouwt. Dan komt er niets van deze wereld terecht. Met de mislukking die blijkt uit de toren van Babel lijkt de wereld hopeloos. Er is geen reden om nog iets goeds voor deze wereld te hopen. De mensheid is bij de Heere God vandaan gegaan en blijkt niet bereid om naar de Heere terug te keren. Zelfs de mislukking van de torenbouw blijkt de mensheid niet terug te brengen tot het doel waarvoor ze was geschapen. Om de aarde te vullen met de lof op God. En toch, en dat is het evangelie van vanmiddag, zal de lof op God op deze wereld klinken. En als de mensheid daar niet voor zorgt, dan zal de Heer daar zelf voor zorgen. En dat doet Hij door een volk te verkiezen dat zijn naam loven zal. Want in de verse na onze schriftlezing raken alle volken buiten beeld en blijft er één geslacht over waar de Heer mee verder gaat. Uit dat geslacht kiest God er één met wie hij verder gaat. Abraham. Een oude man. Getrouwd met een oude vrouw zonder kinderen. Uit hem ontstaat er een volk. Uit wie die ene voort zal komen. Die niet voor zichzelf een naam wilde maken. Maar die in alles zijn vader geëerd heeft. De Heer Jezus. Hij zal ervoor zorgen dat God de eer ontvangt die hij waard is. En tijdens zijn leven is er een mensheid die er alles aan doet om dat te voorkomen. Hij wordt tegengesproken, hij wordt bespot, hij wordt uiteindelijk zelfs gedood. Gedood om te voorkomen dat zijn werk door zou gaan. Het kruis leek het ultieme symbool van zijn mislukking. En juist dat kruis werd het symbool van zijn overwinning. We zien in onze tekst Toren van Babel, het symbool van menselijke hoogmoed die wordt vernederd.
Laten we daar vanmiddag het kruis tegenover stellen. Het symbool van Christus' vernedering, waardoor hij verhoogd wordt. Als wij leven in een wereld waarin ons geleerd wordt om te streven om voor jezelf een naam te maken, leert de Bijbel ons vanmiddag waar dat op uitloopt. Kijk maar naar die toren van Babel. In deze wereld roept de Heer Jezus ons op tot kruisdragen. Ja, u hoort het goed. Wij mensen die beheerst worden door de neiging om voor onszelf een naam te willen maken, krijgen de opdracht om dat te doen waar je alleen maar voor kan schamen. Een kruis. Aan een kruis is niets eervols. Kruisdragen. Dat is bereid zijn alles af te leggen waar je trots op bent. Afstand doen van al je pogingen om voor jezelf een naam te maken. Kruisdragen. De controle over je eigen leven uit handen geven. En dat kan heel pijnlijk zijn. En toch, gemeente, is dat het meer dan waard. Want al onze pogingen om voor onszelf een naam te maken, om de controle over ons eigen leven vast te houden, die lopen uiteindelijk af zoals die toren van Babel. Dat er een moment komt dat je ontdekt dat het mislukt is. Als je op zoek was naar geluk en genot en dat dat je belangrijkste levensdoel was, dan ga je ontdekken dat je onverzadigbaar bent. Als je op zoek bent naar macht en de controle over je leven, dan kom je tot de ontdekking vroeg of laat dat er dingen zijn die je niet in de hand hebt. En als autonomie je levensdoel was, je door niets en niemand laten leiden, als dat je levensdoel is, dan komt er een moment in je leven dat je de ontdekking doet dat je je toch door iets anders hebt laten leiden wat je niet voorzien had. Maar als je de Heer Jezus gaat volgen, dan kan je het idee hebben dat je heel veel verliest. Als je in je woorden, in je daden en zelfs in je verlangens gaat erkennen dat Hij koning is in je leven, dan heeft dat consequenties. Dan kan het zijn dat je keuzes moet maken die heel pijnlijk zijn en die gevolgen hebben voor je carrière. Het kan je vriendschappen kosten. Het kan zorgen voor onzekerheid. En dan moet je in al je keuzes jezelf af gaan vragen of de keuze die je maakt, of je die nou doet om voor jezelf een naam te maken, of dat het je doel is om te leven tot eer van God. En dat is in de praktijk heel ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat je het soms van jezelf niet eens doorhebt. Dat je kan denken de Heer te dienen in allerlei keuzes die je maakt. En dat je er soms een ander voor nodig hebt om je er attent op te maken. Dat het je ten diepste ging om jezelf. En dat kan zelfs zijn in je inzet voor de kerk of voor dingen waar anderen je om prijzen. En wat een zegen is het dan als je anderen om je heen hebt die je af en toe bereid zijn om je de spiegel voor te houden. Maar wat je ook zou verliezen omwille van de Heer Jezus, het woord verzekert ons ervan dat je het terug ontvangt. Wat je aan erkenning zou verliezen van de mensen om je heen, dat ontvang je terug in liefde van Hem. Tegenover alle pijn die het volgen van de Heer Jezus je hier kan kosten, staat zijn belofte dat Hij je zal verzadigen met vreugde. Tegenover het verlies van controle over je leven staat de belofte van de trouwe zorg van een almachtige God. En bovendien legt Hij, als je in Hem gelooft, een toekomst voor je open waarin je voor eeuwig bij Hem mag zijn. Waar je voor eeuwig bij Hem mag leven. En dan krijg je straks een deel in een menigte die onderling heel verschillend is. Dan ga je straks deel uitmaken van een menigte die is samengesteld van mensen uit alle delen van de wereld. Dan is dat een veelkleurige massa die weer verenigd is in één gezamenlijk doel. God groot maken. En of alle verschillen dan tussen al die mensen dan verdwenen zijn, dat weet ik niet. Genesis 10 prijst de veelkleurigheid van de mensheid niet. Genesis 11 veroordeelt de eenvormigheid van de mensheid op zichzelf ook niet. We hoeven dus de veelkleurigheid niet te prijzen en de eenvormigheid niet te veroordelen. Al valt het mij wel op als Openbaring spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat het dan toch heel vaak gaat over mensen uit alle naties, stammen en talen.
En dat Paulus in Efeze 3 spreekt over het kennen van de liefde van Christus in haar breedte, lengte en diepte. Met alle heiligen. Zouden wij dan vandaag niet alle volken van deze wereld nodig hebben om iets te kunnen zien van de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus? En dan geeft de Heer ons vandaag levenstijd om ons hier op aarde met al die heiligen te oefenen in dat loflied dat straks voor eeuwig klinken zal. Amen.